We staan hierbij. Ik ben Janine Krekelberg. En uw relatie tot de dag van vandaag? Ik ben leerplichtambtenaar. En we staan hier met mensen Zandrode voor een actie in het kader van de leerplicht. Ja, ja. En wat houdt die actie in? Nou, die actie houdt in van we gaan straks naar de klas toe. En die als eerste compleet was vanochtend. Dus er gaan die twee bellen. Na de eerste bel was de klas waar we straks naartoe gaan, die was als eerste compleet. Dus dat was eigenlijk de actie voor vandaag. En de wethouder die gaat naar die klas toe en die gaat de leerlingen toespreken. En een kleine tractatie wordt er uitgedeeld. En die heeft gekeken welke klas was helemaal compleet. En dat is deze broekklas. Dus ik ga jullie iets lekkers geven. En ik ga dat geven aan degene die vandaag het eerst in de klas was. Wie was dat? Ja. Twee tegelijk, drie tegelijk, vier tegelijk. Wie was het eerste? Kunt u omschrijven wat u zoal doet in zo'n week? Ja. Nou, ik moet reageren op verzuimmeldingen die ik binnenkrijg. En aan de hand van die meldingen neem ik contact op met betreffende jongeren en de ouders. Die roep ik op voor een gesprek bijvoorbeeld. Want het is dus van belang dat we ook voorkomen dat er schoolverzuim ontstaat. En ook daarin heeft de leerplichtambtenaar een taak. Wat is het doel van deze dag? Het doel van deze dag is dat we toch even stilstaan bij die wet leerplicht. Die wet die in feite zegt dat kinderen tussen 5 en 16 jaar sowieso verplicht zijn om naar school te gaan. En tussen 16 en 18 verplicht zijn om naar school te gaan. Tenzij ze al een HAVO-diploma hebben of een MBO-2 diploma. Nou, ik moet zeggen dat we het in Zundert goed doen. Als je onze cijfers vergelijkt met de regio, dan scoren wij eigenlijk het beste. In die zin dat wij de minste vroegtijdig schoolverlaters hebben. Dus daar zijn we natuurlijk super trots op. Dat is vooral ook een compliment aan de school, want ik denk als je als school in staat bent om te boeien en te binden, heb je ook veel minder uitval. En dat laat zich zien in de cijfers. Ja. En wat je in Zundert wel ziet, is dat je een kleine gemeente bent en dat we elkaar allemaal kennen. En dat je daar toch ook nog een stukje sociale controle hebt. En daar kun je van alles van vinden, maar ik denk dat het een goede zaak is. En dat helpt, ook in dit soort situaties. Ja. Wat is jouw herinnering van de eerste keer dat je naar school ging? Ik weet niet precies. Weet je niet meer? Nee. Nou, ik weet eigenlijk niet. Ik was heel bang om van mijn moeder weg te gaan eigenlijk. Ja? Ja. Op deze school was het heel gezellig en heel leuk en zo. Je leerde de kinderen meer kennen en zo. Het was wel een leuke dag. Vond je het spannend? Jawel. Ik kwam op deze school en ik voelde al gelijk dat er een hele warme sfeer hing op deze school, omdat het heel klein en knus is. Spijbel je wel? Nee. Waarom niet? Omdat het niet mag. Heeft u vroeger zelf wel eens gespijbeld? Ja, eigenlijk niet, moet ik zeggen. Ik was een redelijk braaf meisje. Ik heb wel eens één keertje verzuimd, ja. Oké. Okay. Maar ik was best wel een braaf kind, dus dat viel toch wel mee, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Nee, ik heb nog nooit gespijbeld. Waarom? Omdat het niet mag. Wat vind je van de school? Leuke school. Klein, lekker compact. Mijn verhaal is dat je er veel leert en dat het ook best wel gezellig is. En dat je er wel, hoe kan ik het zeggen? Dat je gewoon naar deze school moet komen, want ja, het is gewoon een hele leuke school. En ja, je kent iedereen en op andere scholen ben je meer een nummer en hier ben je wel iemand. Ik denk universiteit of zoiets. Lerares of zo voor een basisschool. Dat zou ik het liefst willen. Ik wil graag architect worden later. Heel veel succes. Dankjewel.